Nou, ik ben dus nu bij Ro en ik ben met de auto, maar zoals je ziet... Toen zat ik in de lift, lekker warm in de lift trouwens, moet ik zeggen. Maar wat vinden jullie van mijn goed gemutste muts? En toen waren we in de Aldi, ja. Yeah. Oh, 30% korting, zo chill. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zondag 18 december 2022 en het is nou 4 uur in de middag. Ja, zoals je kan zien hier achter op de klok. En ik sta weer op het punt om de deur uit te gaan, want ik ga naar Ro, want die heeft iets met zijn wasmachine. Dus ik ga me even helpen, dus check dat maar. Dus tot straks en heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben dus nou bij Ro en ik ben met de auto, maar zoals je ziet, het is hier spiegeltje glad. Maar ik heb het wel gedaan. En dan heb ik zo helemaal naar achteren en daar staat mijn auto dus nu. Ja, dus dat is ook weer top. Ja. Dus ik heb het wel gedaan. Toen zat ik in de lift. Lekker warm in de lift trouwens, moet ik zeggen. Maar wat vinden jullie van mijn goed gemutste muts? Ja, mijn goed gemutste muts is toch mooi, deze? Ja. Ik vind hem lekker. Het is lekker. Ik kan hem lekker op mijn oortjes in doen. Lekker. Kijk. Lekker warm gelijk. Snap je? Lekker warm. Ja. En we zijn er bijna bij Ro. Ja, we zijn er bijna. We gaan eens even kijken wat hij heeft met zijn wasmachine. Ja, onze wasmachine gaat niet meer open, zegt hij. We gaan eens even kijken wat er los is. Ja. Ja. Jo. Hey, moppie. Wat is er los met jouw wasmachientjes? Hij wil niet open, maar nu heb je hem weer even op centrifuge gezet. Ik heb al afgepompt. Ik heb al gecentrifugeerd, nog een keer afgepompt. Water eruit gehaald. Ja. Nou, nog maar een keertje voorzichtig centrifugeren. Maar jij had toch een hele andere wasmachine? Ik? Ja? Dat had ik er nog voor in. En dezelfde als die ik heb? En dan is ook een was waarschijnlijk wel. Geen idee, deze heb ik al sinds ik hier woon. Oh, oké. Okay. Eigenlijk. Ja, en hij moet nu nog 11 minuten of zo? Ja, zie ik dat goed? Al 19 jaar staat hij daar. Oké. Okay. Bijna. Maar hij moet nog 11 minuten of zo? Ja, sorry. Oké, nou dan gaan we daarop wachten. Ja. We gaan 11 minuten filmen dat wasmachine afgaat, helemaal goed. Gaan we dat versneld afspelen? Wat denk je daarvan? Nee, dat gaan we niet. Nee, dat gaan we niet. Iedereen moet even eens komen. Maar ik heb eventjes mogen glijden net, hè? Glijden? Ja, glijden. Laat eens kijken. Nou ja, ik ben er wel. Waar ben je heen gegleden? Nou, gewoon hier. Tegen die auto gaan. Die heb je ook geparkeerd staan, maar niet mag. Ja, precies dat. Ja, oké, helemaal goed. Ja, precies dat. En toen waren we in de Aldi. Ja. Oh, 30% korting. Dat is wel chill. Maar ik moet weten van Ro wie deze dan is. Kip. Heb ik een vraagje aan jou, schat? Ik heb zo even een vraagje aan jou. Dit is nu 30%, maar hoe duur is deze? Want dit is kip bacon. Maar hoe duur is dat ding? Dan? Ja. 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 Een eurotje bijna. Oh, een eurotje. Bijna. Oh. Ja, dat gaat 90%. Het ziet er wel lekker uit namelijk, zeg maar. 2 euro, 9 of zo, 15, zeg maar. Om koud te eten, joh. 13. Ja, laat maar. Het ziet er wel lekker uit, maar... Is dat een verveelding? Ja, weet ik wel, maar... Ah, koud. Nou, ik weet niet. Ik weet niet of... Nou ja, weet je wat? Ik neem het gewoon lekker mee. Ja, ik neem het gewoon lekker. 30% korting, helemaal goed. Weet je, had ik al gezegd dat het koud is, schat? Nee, het is niet koud.
Net. Ja, ook dat, ja. Maar jij ook. Oh, nee, niet. Luxe stoel. Zo. Luxe stoel nog. Voor 2,50? Oké. Oké. Het is wel heel weinig brood, hè? Het rond. Wat is dit voor brood? Tijger. Ja. Ja, of je moet dus eventjes van de week met mij, als je, ik weet niet welke dienst je morgen hebt. Hallo, mag ik even aan? Morgen zijn niet. Nou, dan en dan kunnen we toch ook eventjes even naar Rotterdam toe. Ja, dan rij ik wel. Zullen we morgen naar Rotterdam toe? Ja, dat kan. Ja. Ik heb al 3 broden, maar ik denk... Ja, maar misschien ook nog even wat, want dan kunnen we ook even nog even naar de budgetfood. Want daar hebben ze namelijk sushirollen. Ah. En dat vind ik wel lekker, want ik heb ook al sushirollen in Den Helder gehaald. Ja, het is hier ook duurder hoor. 1,19 hier. Oké. Het is hier dus nu 1,19. Deze brood is nu. Wat is dus dat? Is leuk. Ja. Oh, ik heb het gewoon koud. Het is gewoon koud. Ja. Maar, dan moeten we wel even op tijd gaan, want ik moet uit eten morgen, hè? Ja, dus dan is het om een uurtje of 11 die kant alvast gewoon op. En dan doe ik de honden wel. Ja? Doe ik? Loop jij snel? Jeetje, mine aardappelsalade. Dat is geen kartoffel. Aardappelsalade hier. Dat is grappig. Ja, ik zit gewoon even te kijken. Voor misschien eventueel vanavond even lekker op de bank hangen. Met jou. Oké, als we vanavond tv en gaan kijken, ja, op de bank. Even, ja. Weer even gewoon gezellig. Wat zou je dan willen snacken? Ik heb kaasdingetjes uit de vriezer gehaald. Ja, maar dat vind ik niet zo lekker. Nee, maar ja, zeg maar, vraag ik wat ik wil snacken. Nou, ja? Wat ik uit de vriezer gehaald heb. Ja. Dat is genoeg voor mij. Misschien nog wat andere dingen erbij, weet ik niet. Ja, misschien een toastje, zo weet ik veel. Ja, daarom dat ik vraag van... Ik heb uit de vriezer gehaald. Ja, dat is fijn. Roomkaas, maar wat is verse roomkaas? Vers, dat is roomkaas. Ja, schat, maar ik bedoel, dat is dan deze, denk ik. Roomkaas. Is het roomkaas? Ja, dit is roomkaas. Kijk. Maar wat zit erin? Kijk, en daar let ik dan weer op, hè. En wat erin zit. Nee, maar qua melk of zo. Nee, kijk, ik let hier dus op. Ja, eiwitten. Nou, dit is heel goed, want hier zit geen melk in. Okay. Denk ik. Oh, jawel. Maar... En er zit wel wat melk in, maar voor op een toastje, dat kan wel. Ja, als je die zo, kruidenboter. Welke wil je hebben dan? Deze of... Wat is dit dan weer aan? Dat is ook weer iets nieuws. Cheese. Ken ik niet. Butterkees, ja, weet ik veel. Kruidenboter. Wil jij kruidenboter voor de feestdagen of zo? 2,50, dat is wel heel duur. Ja, daarom, weet ik. Doe deze ook maar gewoon één voor mij erbij. Als het gebeurt. Konijnenkaas, dat is lekker. Ja, voor jou ja, maar voor mij niet. Au. Doepedap. Wat? Cavia kaas. Het smaakt van konijnenmelk. Oh, lekker humor heb jij weer vandaag, hè? Dat is leuk. Ja, eens even kijken. Brie. Maar ik vind dat hier een beetje duur. Dat gaat vervangen product gratis. Wat? De roomkaasrolletjes zijn ook weer vervangen product gratis. Ja, precies dat. Nee, hier niet. Jammer, schat. Kan er ook niks aan doen. Ja, helaas. Pindakaas, maar dat gaat niet. Nee, wij gaan eens even nog verder kijken, sneupen wat we gaan doen. Huh. Daar zijn we dan weer. Daar zijn we weer. Zo. Weet je. Oh, nou. Huh. Dit is geen kortingsbak. Waar is de kortingsbak gebleven dan? Hé. Dan moeten we even gaan zoeken. Ja, dat. Maar dan moeten we even gaan zoeken in de winkel. Waar eventueel, want hij kan ook daar weer staan, hè? Dus. Oh, leuk kerstboom. Ja, leuk. Kom het op. Sluk mot.
Ja, leuk hè. Oh, sorry. Wat donuts. Ja. Ja, precies dat. Ja. Nou, we gaan eens even zoeken. Moet je kijken of het daar brood is? En moet je even uitkijken voor andermensen.nl. Oh, ga ik even kijken of ze hier ergens nog een kortingspak hebben. Ik denk het niet. Nee, die is weer opgeheven voorlopig, blijkbaar. Want ik zie geen kortingspak op dit moment. Dat is een beetje jammer. Ze hebben geen kortingspak. Nee. Dat is it happens. Ja. Nou, Roderick en die heeft mij dus een uitdaging gegeven. We staan dus nu in bij de mall, zoals jullie nu ondertussen wel weten. Ik moet dus nu naar boven rijden. Want het gaat vriezen en ijzelen, zeggen ze. En ik moet dus nu zo meteen naar boven rijden. Op het dak van de Jumbo, zeg maar. En dan moet ik dus een rondje achteruit rijden. In het gladheid. Dat heb ik dus ook nog nooit gedaan, zeg maar. Maar ik heb wel vannacht weer teruggereden met gladheid en met mist. Dat is ook een dingetje, zeg maar. Maar ach ja, we gaan het gewoon proberen. Dus ja, dat zeg ik. We gaan het gewoon proberen. En we gaan eens even kijken hoe ver ik kom. Ho. En met alles. En het is hier weer lekker warm. Oh. En zullen we dan eerst even de boodschappen eventjes uitruimen thuis. En waarom zit jij nou weer vast? Vind ik niet leuk. Zo, hè. Dus we gaan dus nu eerst zo naar boven rijden. Zo. Heb ik hier mijn snoertje voor jullie. Maar komt ook wel goed. Dus ik laat het jullie zometeen wel weten. Nou ja, ik neem jullie gewoon gelijk even mee. Hoop ik niet. En dat jullie gaan vallen, zeg maar. Dan moet ik even jullie een stukje naar achteren knallen. En even een beetje beter neerzetten. Wat stikker daar is zo. Even wachten op mensen die hier leuk vinden om hier te lopen. En even haar voorlaten. Dankjewel. Zo. Ja, ik ben meerdere dingen aan het doen. Ik ben aan het vloggen, rijden. Wat stikker daar. En ik moet zo naar boven rijden. Ja. Dus, oh, haha. Nou, ik ga dus naar boven. Ja. En Ro, die staat dus te wachten nu boven. Maar ik weet ook dat het waarschijnlijk spekglad is. En ik ga nou ook niet gas geven expres. Ja joh, dat weet ik, dat het buiten 4 graden is. Joh. Nou, het valt waarschijnlijk... Waarschijnlijk valt het hier nog wel mee hoor, qua gladheid. Wow. Ze hebben hier gestrooid volgens mij. Het is dadelijk donker, zeg maar. Ja, nou, we gaan het even meemaken, maar zo glad is het hier niet hoor. Ik dacht dat het hier gladder zou zijn, echt. Echt waar, ik had het hier gladder gezien. Ja. Zo glad is het hier niet hoor. Zo glad is het hier niet hoor. En nou moet ik achteruit rijden, Faro. Een rondje rijden. Halleluja. Halleluja. Moet toch een rondje rijden van je? Wat doet hij nou? Zo is mijn mandarijn. Denk, wat doet hij nou? Ik moet toch wel een rondje rijden van je?
Gemeen, gemeen. Kijk, en daar hebben we Ro. Ik laat zien wat hij doet, hè? Kijk, opletten, oproep mijn camera. Hier, serieus. Dit is mijn achteruitrijcamera. Kijk, en dan ga ik dus eigenlijk naar Ro toe rijden. Ai. Ai. Mag hier een stukje naar voren. Het pak de naad, mag je achteruit dan gouden bocht om. Hoes? Ja, maar de koekoek. Hier zo. Doe even lopen dan. Ja, daar. Waar dat? Overheen rijden, het middenstuk. Want? Hier. Ja, dus waar moet ik naartoe rijden? Hier naartoe. Nou, dan zet ik hem even op de D. Ja, en dan nu? Deze kant bepaald. Ik kom er heen. Hier joh. Die op deze beetje in de streep staat, zeg maar. Ja, die hebben vooruit of zo. Kijk, uit voor je poten. Ja. Ja, en dan? Het zo. We gaan er dus even veel mee maken. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Weer gezellig, gezamenlijk met jullie. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier op het zwarte button. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.